السلام عليكم ندرين، هلا انا ما ايك هاف ندار سباغيتي معاكن. ايك هاف نودر سباغيتي اي ان بريزنت تينج كنوفلوك خرسبت شامبيونز بابريكا gehakt een klein pakje gezeefde tomaten koriander olie en kruiden. Ik heb hier Marokkaans kruiden, rozenhanout, kurkuma, witte en zwarte peper, zout en twee verschillende Italiaanse kruiden. Ik heb deze en deze. Bismillah, we gaan beginnen. Bismillah, ik begin eens met gehakt. Ik doe de olie in de pan. Gehakt erbij. Ik doe de ei en de knoflook erbij. En dit laat ik even bakken. Ondertussen ga ik water opzetten voor mijn spaghetti. Ik ga nu de kruiden toevoegen. Ik doe de deksel op en laat ik 20 minuten op een zacht vuurtje bakken. Nou, mijn gehakt is al gaar. Ik ga nu de paprika toevoegen. Ik doe weer deksel op en dit laat ik ook weer voor een paar minuten bakken. Mijn water is ook al gekookt. Ik ga nu de spaghetti erin doen. Zo. En dit laat ik voor 8 minuten koken. Ik ga nu de champignons erbij doen. De koriander erbij doen. En de gezette tomaten. Ik ga hier een klein beetje water bij doen en dan even goed omschudden en dan weer terug in de pan. Ik doe wel deksel op en dit laat ik voor een paar minuten bakken. Nou, mijn spaghetti is ook al gaar. Deze ga ik zo even afgieten en dan is het klaar. Nou, mijn saus is nu ook klaar. Mijn spaghetti is klaar, mijn saus is klaar. We gaan zo aan tafel. Ik zet hem nu uit.
ga nu ook delen. Ik begin eerst met een beetje saus op de bord. Of op het bord. Zo. Doe een beetje spaghetti erop. En hier op doe ik ook weer een beetje saus op. Ik ga hier een beetje geraspte kaas erin doen. Ik hou er wel van, maar als je er niet van houdt, gewoon weglaten. Ik vind gesmolten kaas wel lekker. Nou, dit is mijn spaghetti. Zo is die geworden. De kaas begint al te smelten. Nou, ik ga aan tafel. Dank jullie wel voor het volgen. En wie weet tot de volgende keer inshallah. Assalamu alaikum. Doei doei.